Goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar Paardenpraat TV. Vandaag is het zondag. Het is 7:30. En vandaag is de première van Silver Star. Van de Silver Star film. Het is best wel vroeg, want ik kan aan de ene kant niet meer helemaal slapen. En aan de andere kant komt er straks een kapper bij mij om mijn haren te doen. Dus daarom is het een beetje op tijd. En ik wil van tevoren zorgen dat ik even goed gegeten heb en zo. En ik ga vandaag voor jullie de première filmen. En ik ga kijken of ik zoveel mogelijk stukjes kan filmen. Van het klaarmaken en van de rode loper en van de bioscoop en van interviews met mensen. Laten we eerst opstaan en ontbijten, klaarmaken en dan gaan we. Dit is mijn haar. Dit is niet het eindresultaat. We zijn halverwege met het doen van mijn haar. Ik heb een kerstbandje aan, want dit is het enige wat ik heb. Wat ik uit kan doen, wat niet meer over mijn hoofd hoeft. En we zijn nu... Zijn we op de helft, denk ik? Ja, we zijn nu op de helft. Ik heb nu hier vlechten en hier ook ingevlochten. En dan gaan we nu iets bovenop maken. Dit is, hallo, Marleen. En Marleen is de kapster. En ik had een oproep gedaan op Instagram of er een kapper was hier in de buurt die open was op zondag. Of iemand die aan huis zou komen op zondag. En Marleen was de enige die niet in de buurt, vandaag kon, maar komt niet uit de buurt. Die heeft een uur hier naartoe gereden en is nu mijn haar aan het doen. En we hebben nu hier allemaal spulletjes op tafel liggen. Dit is Marleen de magische tas met alles en nog wat. En nog meer spullen. En een, ik wil even je tasje laten zien. Ja. Hier zit al mijn gereedschap in. Ze gaat het niet knippen als het goed is. Maar nee hoor, die laat ik in mijn tasje. En ook heel leuk met die steentjes zo erop. Even een tussendoor badkamershot. Het haar heeft langer geduurd dan we dachten. Want we hadden eigenlijk 1,5 uur gerekend. En ik heb meer dan 2 uur gezeten. Dus we zijn nu heel erg laat. Dus ik wilde dit eigenlijk allemaal heel erg uitgebreid filmen. Maar daar hebben we dan nu even geen tijd voor. Dus ik ga nu een klein beetje verder. We zijn klaar. Dit is wat eruit ziet. En dit is de jurk. Ik zal straks nog eventjes filmen. Vanaf een afstandje. Hij heeft ook aan 2 kanten een split. Hier één en hier één. En dit zijn mijn schoenen. Cinderella muiltjes. En we gaan nu. Dus op naar Amsterdam. We zijn er bijna. Het is nog 7 minuten, zegt hij. En dan zijn we er. Ik heb geen flauw idee wat we kunnen verwachten daar. Ik weet helemaal niet waar we moeten parkeren of wat dan ook. Ik heb alleen van Britt een lijstje gekregen met tijden wanneer wat ongeveer is. En dan denk ik dat we het wel gaan zien. Het is wel onhandig in de auto zitten, want ik heb best wel veel jurk. Dus dat heb ik nu allemaal op schoot liggen. En dan met een jas, want het is wel koud. En dan een klein tasje en dan gewoon schoenen en zo. Ja. Ik ben ook heel blij dat ik tot nu toe nog niet heb hoeven plassen bij het tankstation. Maar we zien er wel allemaal heel mooi uit. Dus Mikey heeft een zilver strikje om, want het is dus met zilver. Dus mijn zusje heeft ook een zilveren jurk aan. En de dresscode is shiny with a touch of silver. Dus ik verwacht ook dat er heel veel mensen zijn die echt helemaal full glam in de zilveren glitters komen. En ik ben heel erg benieuwd wat de mannen dus aandoen. Want meestal ga je dus naar een première in een smoking. En dat is dus zwart met wit. Dus nu vraag ik me af of er mensen zijn die dan ook echt een zilver strikje dragen en that's it. Of dat er ook mensen zijn die bijvoorbeeld compleet in een zilveren smoking komen. Maar om 2 uur is het rode loper moment. En dan komt dus iedereen over de rode loper. En dan kan je dus ook van iedereen zijn outfit zien. En ik hoop dat ik daar een stukje van mag filmen en dat ik dat dan kan laten zien. We zijn er! Ik kan het niet zo heel goed zien, want ik heb al mondkapje op. Ik sta aan het einde van de loper en dit is de loper en aan die kant was het begin, dus wij zijn het al hier overheen even geweest, maar er is verder nog niemand. En dan kunnen we nu hier naar binnen, om hier eventjes te wachten. Dit is al de bioscoop. Dus gaan we nu naar binnen.
We zitten hier, we zijn lekker aan het borrelen. En zo meteen is het rode loper moment om 2:00. En het is nu 2:05, dus het is bijna tijd. En dan ga ik naar de rode loper. En dan gaan we kijken hoe iedereen eruit ziet. Ik heb net dit mondkapje gekregen. Hier heeft iedereen eentje. Zilver met glitters. Veel leuker dan de zwarte die ik had. Dus ik drink dit nog even snel op. En dan gaan we naar de rode loper. Ik ben weer terug bij de rode loper en dit is de koets en hier zitten we dus in. En ik denk de rest van de hoofdrolspelers, of tenminste absoluut de hoofdrolspelers die zullen hier wel in zitten. Dus ik kom er dan zo meteen uit en dan is het rode loper moment. Kijk hoe mooi! Oh. Hallo jongens. Als ik ooit trouw, dan wil ik het ook zo. Met die witte paarden en dan zo'n witte koets. Echt super mooi. Jongens, ik heb echt de meest speciale interview gast ever. Dit is de moeder van Britt. En die is nog nooit in een video geweest. Ja, behalve een beetje achter de... Ja, even een beetje achter, lopen, ja, achter Britt helpen. Op de achtergrond en zo. Heb je de film al gezien? Nee, alleen nog niks trailers. Gezien. Maar iedereen heeft de trailer gezien. Je hebt nog niks gezien? Nee. Oké, heel eerlijk, ik heb ook nog niks gezien. Nee. Hoe benieuwd ben je? Nou, heel benieuwd. Heel benieuwd. Ja, 110% benieuwd. En wat heb je meegekregen van het hele proces van de film? Dus zeg maar dingen achter de schermen of verhalen van Britt of... Ja, ik heb van alles, elke keer hield ze me op de hoogte van allerlei activiteiten natuurlijk. Van het begin van het schrijven tot allerlei shots in de nacht gefilmd. En het liedje natuurlijk met Romy en het clip. En eigenlijk houdt ze me altijd wel op de hoogte. Dus ik heb wel heel veel van dat soort stukjes gezien. Maar ik heb de film in zijn geheel niet gezien. Ik vond het mega fijn dat je even op de camera wilde. Ja, veel plezier. Want je ziet er zo mooi uit. Dank je wijst. Prachtig. Super mooi uit, kijk. Zo moet ik staan. Ja. Super mooi, dankjewel. Er staat Wendy. En Wendy is de moeder van Lizzie. En Lizzie die speelt ook in de film. Super tof. Dus ik hoop eigenlijk dat als ze van zo meteen daar klaar zijn, dat is van SBS geloof ik, ja. Dat ze dan nog even bij mij willen komen en dat ik ze ook even mag interviewen. Ik ben hier met Wendy en Lizzie. En we gaan straks de film zien. En jullie zijn echt, nou kijk even hoe mooi. Kijk hoe mooi. Ja, we hebben alle twee Addy van de Krommenakker aan. Echt ja? Ja. Wat vet, hè? Als ik ooit trouw, dan wil ik dat heel graag. Ja, hè? Echt geweldig. Wat? Waar hebben jullie het meeste zin in? Gewoon kijken naar de film. Gewoon te kijken naar de film. Ja, een stukje. Ja, stik. Het is heel tof. Ja. En ik heb de helft gezien, maar toen viel het stroom uit. Ja? Ja. Het hadden we geen beeld en geen geluid en geen licht meer. Dus toen kon ik niet verder kijken. Dus we gaan de rest is een verrassing. Ja. We gaan naar binnen, want het is echt mega koud. Heel veel plezier straks. Ja. Bedankt. Dankjewel. Kijk, ik heb gevonden. Fantastische outfit. Zweef je mee? Van het hele... Ik ga het even filmen. Wacht even. Dit is de meest fantastische outfit van deze hele première. Kijk nou toch. Dit is toch mooi? Je paard staat daar. Oh, paard. Je hebt vroeger een paard. Ja. Ik heb heel lang gereden in de Amsterdamse manege aan het Amsterdamse bos. Door het water heen, door het bos heen. Ja, het is gewoon te leuk. Heerlijk. Het is heel vrij gevoel. Nog steeds gehuurd was een paard om dan lekker langs het strand te rijden en zo. Dus dat... Ja, maar lekker. Dat romantische beetje kansen. Het zit in me. Nog een koets met mensen. Oh, dit is echt zo ontzettend leuk. Kijk, en dan komt er dus eentje van de koets af en die doet dan van de vrouwen zitten en die zet de koets open. En dan komen de nieuwe gasten eruit. Kijk of ik het een klein beetje kan filmen zo. Ja, super mooi. Kijk nou. Robbie,
In deze koets zit Britt. Ik zag haar door het raam, zag ik er zitten. Dus het goed is, gaat nu de deur open. En dan, er is ook al een paraplu bij. Ja. Kom ze! Daar staan Britt en Jufat, de hoofdrolspelers, en die komen nu op de foto hier met iedereen. Ik heb wat interviews gedaan. Ik moet een beetje dichtbij en hard praten, want het is echt super moeilijk om te horen. Britt komt steeds dichterbij. Het is elke keer vanaf de achterkant van de rode loper komen ze deze kant op. En ik heb elke keer mensen van de interviews en ik wacht even tot ze een beetje mijn kant op komt. Want dan moeten ze natuurlijk ook voor ons een volgende interview geven. En ze komen steeds dichterbij, dus dat is wel echt super moeilijk. Ik ben samen met Bert. En Bert is een beetje gek, maar echt een lievelingspersoon van mij en Britt. En Bert is elk jaar bij ons op de vetdag. En die helpt ons met organiseren van alles, met maken van alles. Ja. En Bert is gewoon echt een van de leukste personen op aarde. Ja, dat komt omdat het twee hele lieve meiden zijn. Oh, daar doen we alles voor. Wat lief. En dan moeten we zorgen dat het gewoon lukt. Heb jij al iets van de film gezien? Ik heb één nacht meegemaakt in de bossen van... Lees dat je ergens in de pool ergens. Op de set? Op de set zijn we één dag geweest. Ja. En hoe was dat? Ik denk dat we 2 minuten film gemaakt hebben in die nacht. En dat het wel een hele nacht duurde. Ja. Ja. Eindelijk! Weet je hoe lang ik daar al sta? En ik heb allemaal kleine stukjes van jou en van jurk en van overshot. Wie heeft jou al gezien? Ik heb Mike de Borgsje. Cool. Ja, de paardenkleding! Die had echt de beste outfit van deze hele première. Ik heb Lizzie geïnterviewd. Ik had Duval net even. Zoveel mensen. Allemaal een duimpje omhoog, want dankzij Ash hebben we deze vette video. Hey. En ik sta al een uur buiten de kou. Je voelt ook helemaal kou. Oh, allemaal glitters. Ja, maar jongens, even serieus. Kijk ons er een keer goed uit. Ja. Altijd als zwervers. Geen paardenpoep, geen stro. Ik moet wel nog even een close-up. Hallo. Ik moet even een close-up maken. Oh ja, gaan we doen. Oké. Ja. Ik sta in mijn onderbroek. Oh, kijk uit, ja. Oh, hij is zo mooi! Wij zijn nu onderweg naar de film, naar de zaal. Hier zijn nog de laatste paar mensen die naar de zaal gaan. Echt een super mooie bioscoop hier. En dan gaan we de film zien. Ik heb net nog eventjes wat foto's mogen maken met Britt of met wat andere mensen. En dat was super leuk en gezellig. Dus we gaan nu naar de film toe en ik ben super benieuwd. Alle mensen gaan naar huis. Het is afgelopen en door de coronamaatregelen moeten we weer om 5 uur weg zijn. Het is nu 3:05. Hier staan nog een paar mensen met elkaar te praten. Ik vond de film super tof. Echt mega vet. En hij was ook weer heel anders dan de eerste film. Ik had echt gedacht dat dit een deel 2 was en dat het echt een vervolg zou zijn. Dat je echt de eerste moet hebben gezien om de tweede te kunnen begrijpen. Maar dat was echt niet zo. Het was echt een compleet andere film weer. En ja, echt mega tof om te zien. En mijn favoriete scènes waren wel de scènes in het bos. Als Esme met Silverstar in het bos is. Dat vond ik echt mega goed gedaan. Dat ook echt petje af voor de acteurs die in weer en wind daar in de stromende regen in het bos hebben gestaan. Dat moet echt super zwaar zijn geweest. Het was echt een hele leuke film, maar ik ga verder nog niks verklappen, want jullie moeten gewoon lekker zelf gaan kijken. Ik heb nog helemaal mijn outfit niet laten zien. Ik zal dat nog wel eventjes hier doen. Kijk. Super tof. Ik vond deze, eerlijk waar, nog leuker dan de vorige. Veel beter dan White Sand. Ben niet goed gedaan. Echt dikke vette respect voor alle video's in het bos. Dat moet echt mega afzien zijn. Het was zo koud. Dat moet echt mega afzien zijn geweest. Het was echt heel koud. Iedereen. Jullie zien maar een paar seconden, maar het was echt veel langer. Iedereen bedankt voor het kijken. Doei!